Oh, het ruikt echt een beetje naar medicijnen of zo. Oké, het krijgt al een beetje een... Oh my god, zien jullie dit? Er zit blauw en zo in en rood. Fit by Rox. Fit by Rox. Fit by Rox. Fit. Fit by Rox. Fit by Rox. Welkom op mijn YouTube kanaal of welkom terug. Of als je nieuw bent en mij nog niet kent. Ik ben Roxanne en ik maak content over fitness en voeding. En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe aflevering van Smash or Trash. En vandaag test ik weer eens een pre-workout voor jullie. En deze keer is het de pre-workout van MyProtein. Laatst heb ik een video gemaakt waarin ik 10 smaken proteïne ging testen van MyProtein. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan even hierboven. Daar laat ik de video voor jullie. En daar zag ik dus dat je ook samples kon halen van de pre-workout. Dus ik dacht, dat is leuk, dat gaan we doen. Dan kan ik weer een pre-workout voor jullie testen. Dus ik heb de pre-workout gehaald in de smaak strawberry en kiwi. Ik heb deze smaak qua pre-workout nog nooit getest. Dus ik ben op zich al heel erg benieuwd naar de smaak zelf. En ik heb hem in de smaak cola gehaald. En deze heb ik ook nog nooit getest. En het lijkt me leuk om deze te mixen met water. Om te kijken of het dan ook echt een beetje naar cola smaakt. En de ander ga ik dus gewoon achterover scoopen. Zoals ik dat altijd doe. Want ik test het altijd op 2 verschillende manieren. En de ene is dus gewoon scoopen en wegdrinken met een slokje water. En de andere manier is door te mengen met water, zoals eigenlijk altijd staat aangegeven op de gebruiksaanwijzing. Dus vandaag begin ik met de strawberry en kiwi. Die ga ik gewoon scoopen. En dan ga ik jullie weer meenemen tijdens mijn training. Ik wil jullie nog wel even een kleine disclaimer geven voordat ik begin. Het is nog steeds lockdown. Alles is nog steeds gesloten, dus helaas ook de gyms. En nu heb ik een video gemaakt laatst waarin ik dus ook een pre-workout ging testen. En waarin ik dus thuis train. En ik zag dat deze video gewoon minder gewaardeerd wordt. Wat ik ook kan begrijpen. Aangezien jullie wel van mij gewend zijn dat ik bijvoorbeeld in de sportschool heel veel zware gewichten pak. Nu kan dat gewoon niet thuis. Weet je, ik heb geen duizenden euro's om te investeren in mijn gewichten. Ik heb wel gewoon mijn gewichten. Dus ja, let niet op het gewicht wat ik pak, et cetera. Want ja, ik heb hier gewoon geen 200 kilo aan schijven liggen. Maar ik probeer hem nog steeds zo goed mogelijk voor jullie te testen. Dat ik die gewichten niet heb, wil niet zeggen dat de pre-workout niet werkt. Dus ja, erger je daar niet te veel aan. En we moeten sowieso allemaal roeien met de riemen die we hebben. Dus ja, ik ga de pre-workout innemen. Het is dus de pre-workout van MyProtein. In de smaak strawberry en kiwi. En ik ga even kijken of ik hem gewoon zo vanuit dat zakje in mijn mond krijg. Want normaal heb je natuurlijk gewoon een hele pot. En neem je een scooper uit. Of wat ik ga doen, ja, dat ga ik even doen. Ik ga even een scoop pakken van een ander product wat ik al heb liggen. En dan zet ik het even in die scoop. Want ik ben bang dat als ik dit in mijn mond ga gieten vanuit het zakje, dat het helemaal fout gaat. Oké, ik heb even een scoop vanuit een andere pot gehaald. Het is de grootste scoop die ik heb. De scoop is 50 milliliter. Dus dan kunnen we meteen zien hoeveel er in zo'n sample zit. Oké. Het is een halve scoop. Dus dat betekent dat het wel een normaal scoopje is uit een normale pre-workout, zeg maar. Want deze scoop is echt mega groot. Sommige pre-workouts brengen ze uit met zo'n grote scoop. Omdat je heel vaak hebt bij pre-workouts dat je dan 2 scoopjes neemt. Dus sommige merken hebben het gewoon met een grotere scoop. Zodat je dan een halve of een hele kan nemen. En je dus niet 2 hoeft te nemen. Maar dit is dus 1 normale scoop. Oké, gaan we hem even testen.
Hij is echt heel zuur qua smaak. Nee, ik vind die smaak niet heel lekker. Misschien dat als je hem mengt met water dat hij dan wat lekkerder is. Maar om het zo te nemen is het geen aangename smaak. Nou, oké. Dat was het innemen. Even kijken wat deze verpakking aangeeft. One sketch, one serving. Nee, er staat ook op deze verpakking helaas niet hoe lang je moet wachten. Maar ja. Oh, jawel. Sorry. 30 minuten voor het trainen. Dus we gaan nu maximaal 30 minuten wachten. Kijken wat er gebeurt in die 30 minuten. En dan ga ik beginnen aan de training. Dus dan zien jullie me zo terug tijdens het trainen. Ik begin dus met mijn warming up. Dat zijn mijn glute activation oefeningen. En die doe ik met mijn resistance bands op. Het ziet er een beetje gek uit wat ik allemaal doe. Maar dat komt omdat ik een superleuk liedje had aanstaan. En ik voelde de vibe helemaal. Ik had zin om te trainen. Dus ja, ik deed gewoon wat gekke dingen op de maat van de muziek. Oké, nou hier zien jullie mij dus met mijn zelfgebouwde squat rack, a.k.a. twee stoelen. Aangezien alle goedkope squat racken uitverkocht zijn. Ben jij een company die squat racken verkoopt? Holla at me, je mag me sponsoren, ik ga je overal taggen. Maar ja, de eerste oefening uit mijn workout was dus squatten. En ik was hier ongeveer 5 minuten begonnen aan mijn training. En het was dus ongeveer een half uur, 25 minuten geleden, dat ik de pre-workout had ingenomen. En ik had hier echt best wel wat energie en ik voelde nog tintelingen. Dus op dit punt ging het gewoon goed. De tweede oefening die ik ben gaan doen waren sumo deadlifts. Ook hier barstte ik nog van energie, dus de pre-workout deed gewoon prima zijn werk. De volgende oefening uit mijn workout waren cable pull-throughs. Alleen is dit natuurlijk geen cable, maar gewoon een elastiek. Maar het heeft hetzelfde principe. Ik weet dat het er super achterlijk uitziet vanuit deze angle. Maar ja, het is echt een killer voor je glutes. Op dit moment was ik ongeveer, ik denk een half uur iets langer bezig met mijn workout. En ik had nog steeds super veel zin om te trainen. Dus de pre-workout deed gewoon prima zijn werk. De volgende oefening uit mijn workout waren de Bulgarian split squats. En ook hier nog steeds de same energy. Alleen voelde ik niet echt tintelingen meer. Maar ja, verder, ik had gewoon nog steeds de energie om te trainen. Dus het ging gewoon prima. En hier ben ik doorgegaan naar de laatste oefening van mijn workout. En dit was een giant set. Ik doe namelijk eerst een soort van superset. En vervolgens doe ik nog een soort van supersetje. En ik doe dit omdat ik het fijn vind om me aan het einde van mijn training mijn billen gewoon helemaal te laten branden. Dus we kunnen wel zeggen dat ook op dit punt van mijn workout ik nog steeds energie had door de pre-workout. Alleen had ik niet die tintelingen. Maar ja. Zijn werk heeft hij wel gewoon prima gedaan.
Oké, dit was dus testdag nummer 1. Zoals jullie net hebben gezien, heb ik dus de pre-workout gewoon gescoopt met water. Het werkte best wel snel in. Ik voelde redelijk snel wat tintelingen. Maar door de workout heen waren die tintelingen helemaal weg. Wel had ik gewoon energie. Dus ja, voor vandaag vond ik het niet dat ik zeg, oh, dit is echt een super goede pre-workout of de beste die ik ooit heb geprobeerd. Maar hij deed wel gewoon zijn werk. Ja, die smaak vond ik echt niet lekker. Dus ik ben benieuwd hoe de andere smaak gaat smaken. Dat is de smaak cola. Dus ben jij benieuwd naar wat ik van die smaak vind? Blijf dan kijken, want dat gaan jullie nu zien. Hi guys, welkom terug. Voor jullie is het dezelfde video, maar voor mij is het de volgende dag. En vandaag test ik weer de pre-workout van MyProtein voor jullie. Maar vandaag in de smaak cola. En we gaan hem mixen met water. Dus dat is wat we nu gaan doen. Oké, ik heb hier een glaasje water. En ik heb hier de pre-workout in de smaak cola. Nu lust ik helemaal geen cola. Al mijn hele leven niet. Ik heb het ook nooit gedronken. Ik heb het nooit lekker gevonden. Ik vind het echt de vreselijkste drank die er is op aarde. I don't know why. Ik lust sowieso geen prik. Oh, het ruikt echt een beetje naar medicijnen of zo. Oké. Oké. Het krijgt al een beetje een... Oh my god, zien jullie dit? Er zit blauw en zo in en rood. Wat raar. Oké. Verroeren. Oh, dit lijkt echt zo ranzig. Kijk even hoe dit eruit ziet. Sorry hoor. Weet je waar het naar ruikt? Het ruikt naar die Calippo Cola ijsjes. Het ruikt wel lekker. Oké, nou, ik heb het gemixt. Het ziet eruit als een koffieachtige chocomel. Het ruikt naar Calippo Cola ijs. Ik ben zo bang om dit te drinken. Oké, here we go. Oh, het smaakt echt naar dat laatste beetje gesmolten cola Calippo ijs. Naar dat smaakt het. Alleen dan wel iets geconcentreerder. Maar nee, dit is zeker niet vies. Dit is echt wel lekker. Oké, nou. Ik ga dus deze weer even achterover slaan. Maximaal 30 minuutjes wachten. En dan zie ik jullie terug tijdens mijn training. En vandaag trainen we upper body. Ik begin mijn training met wat hele lichte oefeningetjes voor mijn bovenlichaam. Om zo mijn spieren warm te krijgen. De eerste oefening uit mijn workout is voor mijn schouders. En op dit punt was het ongeveer een half uur geleden dat ik de pre-workout had ingenomen. Ik voelde super goed dat het werkte. En ik voelde echt tintelingen all over mijn body. Dit was de derde oefening uit mijn workout en op dit punt was ik ongeveer 35-40 minuutjes bezig met trainen en ik had nog steeds echt veel energie door dit pre-workout. Thank you.
Op dit punt was ik ongeveer een uur en 10 minuten, kwartier ongeveer aan het trainen. En ik merkte wel echt dat mijn energie wat minder werd. Dus dat de pre-workout een beetje begon uit te werken. Dus ik dacht dat het wel tijd werd om mijn workout af te ronden. Ook was mijn camera uitgevallen. Dus moest ik dit tussendoor gaan opladen, waar ik geen zin in had. Dus dit beeld is gemaakt met mijn telefoon. Dit was tevens mijn laatste oefening en mijn energie was hier ook wel echt op. Uiteindelijk heb ik een uur en 3 kwartier getraind. Dus ik heb wel gewoon echt een super lange training gehad. En ja, jullie gaan nu kijken naar mijn conclusie. Oké, dit was het weer. Dit waren de 2 testdagen van de pre-workout van MyProtein. En de eerste dag dat ik het zeg maar heb gescoopt zonder water, voelde ik niet zoveel tintelingen. Ik voelde wel ongeveer na een kwartier, 20 minuten dat het begon in te werken. Dus je voelde wel goed dat de pre-workout werkte. Maar door de workout heen voelde ik het niet echt meer. En er was ook niet een moment waarop ik zeg maar dacht, oké, het is uitgewerkt. En vandaag is de 2e dag dat ik het heb getest. Ik had vandaag de cola smaak. Ik vond het echt een hele aparte smaak. Ik heb dit zelf nog nooit geproefd. Dus ja, omdat zou ik het al gewoon een keer aanraden om het gewoon een keer te proeven. Want het was echt een hele aparte smaak. Verder voelde ik weer na ongeveer een kwartier, 20 minuten dat de pre-workout begon in te werken. En ik voelde dit keer tijdens mijn workout aan het begin, de eerste 20 minuutjes, 30 minuutjes, voelde ik wel de tintelingen van de pre-workout. Dus ik denk dat ik hem de 2e testdag met water mixen, dat ik hem meer voelde. Wat best wel apart is, want normaal heb ik dat dus nooit als ik hem mix met water. Dus ja, misschien had ik dat dan ook met de eerste smaak moeten doen. Misschien was hij dan ook wat lekkerder geweest, want ik vond de smaak ook niet zo heel lekker. De strawberry kiwi. Dus als ik het een cijfer zou moeten geven, dan geef ik het een 6. Nou, dit was dan alweer de smash or trash van deze week. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten als je dit een leuke video vond. Vergeet ook niet hier beneden te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want daarmee help je super erg bij het groeien van mijn kanaal. Waardoor meer mensen me kunnen vinden. Waardoor ik veel meer leuke content voor jullie kan maken. Vergeet ook dan niet het belletje aan te drukken. Zo blijf je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik je weer terug bij mijn volgende video. Bye!